Tweede puntje. Vergaderingen overdag organiseren en niet meer 's avonds of in het weekend. Antwoord van onze doelgroep 75% zegt ja, dat moet nu maar eens eindelijk gebeuren. Hè. Is dat nog van deze tijd, die vergaderingen 's avonds in het weekend? Als we naar de notaris gaan of naar de tandarts gaan, moeten we ook overdag gaan. Hè. Ja. Is dat geen gebrek aan respect? Maar ik denk dat als het kan overdag, dat het de beste is, omdat dat kadert in een soort professionele aanpak. Hè? Wat is kan, als men wil? Well, ja, oké. Okay. Maar de kust, denk ik, is een ander verhaal dan een bewoning in het centrum van Kortrijk, waarbij men zich daar lange tijd op voorhand kan op voorbereiden, kan maken dat men aanwezig is. Soms is het ook digitaal, et cetera, et cetera. Dus ik vind dat het uitgangspunt is best overdag, omdat het dan ook past in de serieus. Ik vind ook wel dat het een uitzondering daarop mogelijk moet zijn. Ik organiseer ook dikwijls op andere momenten wel een vergadering. Waarom? Omdat ik soms, niet iedere keer, maar soms ook wel eens wat gezelligheid erbij wil. Mm. En dat het soms belangrijk is om met de mensen die iedere keer professioneel moeten vergaderen, ook eens een moment te hebben van ontspanning en een beetje mogelijkheid te hebben om een glas te drinken ervoor of daarna of om samen maar, eens te eten. We zitten ook met de syndicus, met personeel eventueel. Dan zit je telkens met, dan moet je bijna horecapersoneel aanwerven om dat soort dingen te doen. Maar soms kan dat wel eens passen. En ik doe dat ook soms voor de vergadering, hè, een uurtje ervoor om samen nog een beetje te... babbelen over andere dingen en samen nog een glas of een pot koffie of zoiets drinken, waarbij dat er een beetje sfeer al komt en waarbij bepaalde boodschappen al gepasseerd worden. Mm. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat je bepaalde elementen kunt capteren, dat je al iets hoort en dat je dan als voorzitter kunt tijdens de vergadering daar al op ingaan. Als je weet dat er iemand zeer veel last heeft met één bepaald punt, en als je dat vooraf goed weet, dan kan je dat als voorzitter soms ook wel opvangen. Want een van de trucken is natuurlijk van te weten, aan wie geef je op welk ogenblik het woord. Hè? Normaal moet je zeer democratisch zijn en natuurlijk iedereen, maar wie krijgt als eerste het woord is een zeer belangrijk punt. Ja. Zeker in heikele punten, omdat de toon wordt gezet. Maar dan spreek je wel van een club die je zeer goed kent. Wel, en vaak hebben we het zo met mede-eigenaars, niet elke dag contacten. Weten we niet precies met wie dat we aan tafel zitten. Ja, maar dat is wisselend enzovoort, maar dat voel je ook wel vlug. Je ziet het ook anders. En daarom is een digitale vergadering minder efficiënt natuurlijk, maar aan de lichaamstaal zie je vlug. Bij het overlopen van de agenda zie je al... er zit hier te weppen op zijn stoel. Ja, je weet dat er al wat zal gebeuren. En je weet dat je dan... ofwel pak je dan het risico van zeggen, ik geef hem als eerst het woord, zodat dat het... en dat misschien het negativisme al uitgesproken is. En dan ga je als tweede naar iemand waarvan je zegt, dat is een wijze persoon, een wijze mevrouw, die zal dat een beetje temperen. En dan krijg je een balans in je beoordeling. Ja. Ik vind dat dat dus een zeer belangrijk punt is in een manier van vergaderen. Ja. En uiteraard, in bepaalde momenten moet je de hele tour doen en zeggen, iedereen, zeg nu een keer echt wat je... veel mensen durven ook niet spreken. Dat is waar. Terwijl dat ze een zwijgende meerderheid zijn. En soms is het ook goed van ze gewoon een knek te laten geven, waardoor dat ze zeggen dat ze akkoord zijn met het voorgestelde en dat er dus iemand een beetje geminoriseerd wordt en dat je dus toch vooruit kunt.